Op resort Beekhuizen worden er thans grote ophaalwerkzaamheden uitgevoerd. Districtscommissaris Ricardo Bolla die is er vandaag op deze regenachtige dinsdagmiddag geweest, ook aan de Industrieweg Noord, om zelf polshoogte te nemen van de werkzaamheden welke hier worden uitgevoerd. Want ook Beekhuizen is niet bespaard gebleven van ernstige wateroverlast, vandaar deze werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Heel gauw uitgevoerd dienen te worden. De reden waarom we hier in deze regen staan? Nou, we gaan door weer en wind door het land om te werken voor land en volk. En we staan hier nu in het resort Beekhuizen aan de Industrieweg. We zijn de afgelopen week al begonnen in Beekhuizen om de primaire lozingen op te halen. En zoals de beelden ook zullen laten zien zometeen, is het achterstallig onderhoud dat ingelopen moet worden. Er is heel veel verwaarlozing heeft hier plaatsgevonden, onder andere ook in dit resort. En nu kunnen we natuurlijk niet zo blijven en de mensen in deze benarde situatie laten. Waarbij mensen hun huizen zijn volgelopen met water, percelen enzovoort enzovoort. Daarover is al veel verteld in de media. Ja. Maar nu is het all hands on deck. Zware offensief in Paramaribo Noord. Oost, ook in Beekhuizen. Zware offensief betekent dat we met meerdere machines werkzaam zijn. Zoals ik hier vandaag sta, zijn we op dit moment met 9 machines bezig. En in samenwerking natuurlijk ook met openbare werken, die dat geheel ook coördineert. Mijn dank ook uit aan minister Riad, maar ook aan mevrouw Matura van Defensie. Ook zij hebben meegeholpen dat in ieder geval er voldoende machines aanwezig zijn. De pompen en de gemalen optimaal werken, die worden bewaakt per minuut om in ieder geval het getij in de gaten te houden, dat we bij eb in ieder geval het water kunnen aflaten vloeien naar de rivier of de zee middels het openzetten van de sluisdeuren. En op het moment dat het getij tegen ons is, dan gaan wij gelijk over tot het pompen van het overtollig water. Op dit moment kunnen we gerust zeggen dat grote delen al van Noord droog staat, zeker 90%. Er zijn natuurlijk wat kleine problemen nog in delen van Paramaribo Noord. En we zijn hier op Beekhuizen en ik moet zeggen, de mensen zijn ontzettend blij. De buurtbewoners op de eerste plaats, want daar doen we het eigenlijk voor. Het is geen showproject wat we hier doen. Dit is bitter noodzakelijk. Dit moet gebeuren en dit moet altijd gebeuren, het hele jaar door. Ik vind het jammer aan de ene kant dat we misschien, wat mij betreft, te laat zijn ingekomen. Maar liever te laat dan nooit. We weten dat nooit wil zeggen dat afgelopen jaren de mensen hier aan hun lot zijn overgelaten. En als districtscommissaris zal ik mijn uiterste best doen om dag en nacht te werken. Maar ook het gehele jaar door samen met de bestuurdienst. U ziet de resortsleiders zijn ook hier. U ziet ook dat de districtsraad hier aanwezig is. U ziet dat de burgers uit de omgeving hier ook aanwezig zijn. En dat geeft aan dat wij samen dit gebied zullen aanpakken, tackelen. We zijn zo meteen hier klaar aan de Industrieweg. En dan gaan we richting Abrabroekje aan de andere kant verder. Maar we gaan niet rusten alvorens Beekhuizen volledig, maar dan ook volledig is opgeschoond en opgehaald. Mag u vertellen dat, denk morgen, ook de grote Dominee-kreek wordt aangepakt. En dat is een hele belangrijke waterweg dat ook zorgt dat grote delen van Beekhuizen van over te veel water wordt ontlast. Ja. En bij de onderhoudswerkzaamheden, DC, wat valt gelijk op? Nou, het is een bekend verhaaltje weer. Hè? Veel ligt ook aan de mensen. Dus awareness heb ik aangegeven, bewustwording. En ik mag niet jokken. Ik heb een geweldige resortsraadleden hier, met een geweldige resortsraadvoorzitter, de heer Jeffrey. Ik heb mevrouw Wenny Achthoven hier als districtsraad. En zij hebben gezegd, DC, met deze actie van u gaan wij volledig het veld intrekken om de buurtbewoners bewust te maken. Gooi alsjeblieft, maar ook alsjeblieft niets meer in de riolering, in de afvoerkanalen, want anders hou je het werk op. En dan ben je uiteindelijk zelf de dupe. Dus die campagne komt eraan.
is Beekhuizen hard getroffen door de harde regens van de afgelopen periode? Nou, ik denk het hele land is hard getroffen, niet alleen Beekhuizen. We kennen het probleem, het is een landelijk probleem. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik toch wel een aantal aannemers heb die mij te hulp zijn geschoten. En dat mag gezegd worden. Ze hebben de regering ondersteund middels het inkomen van machines. En ze hebben nog niet veel daarvoor teruggevraagd. Maar ze hebben gezegd, laten we nog wel eerst de bevolking ondersteunen. Laten we de regering ook een helpende hand bieden. En vandaar dat ik toch mag zeggen dat het me aardig is gelukt. Maar natuurlijk niet alleen. Het succes is een collectief van ons allemaal. Ik hoop in ieder geval dat ook mijn collega's in de rest van het land zo snel mogelijk ook ondersteuning krijgen van ondernemers die met machines inkomen, met manpower. En ik wens ze heel veel succes. U zei er zal meer structuur hierin moeten komen. Hoe ziet u dat? Nou, we gaan een plan opstellen natuurlijk, een meerjaren ophaalplan om het zo te noemen. Dit gaan we het gehele jaar door monitoren wat betreft de natte en de droge infrastructuur. De wegen zien er nog heel belabberd uit, dat geef ik ook eerlijk toe. De bermen verdienen ook een aanpak. Dus er is veel werk om te doen, maar we doen het met plezier. En u ziet dat iedereen daar ook heel veel plezier in heeft, ondanks dat het zo hard regent hier. Ja, en u zei het al, iedereen zijn deel. Wat wordt verwacht van de bewoners? Nou, de bewoners gaan natuurlijk ook meedoen. Ik roep de mensen op, in ieder geval, pak een schop, pak een chap, pak een houwer. Begin in ieder geval je voorstukje netjes te houden, netjes te onderhouden. Dan maak je het werk alleen maar makkelijker en dan kunnen wij nog meer grote dingen samen doen.